Ik zit hier met Eimer Boesjes. Hij is CEO van Moonshadow en hij is geen Nederlander meer. En hij heeft een fantastisch product voor de Internet of Things. Dus daar ga ik met hem over praten. Eerst even, je bent geen Nederlander meer? Nee, de koning heeft mij het Nederlanderschap ontnomen. Want ik heb het Amerikaanse staatsburgerschap aanvaard. En als je maar mijn vrouw is Amerikaanse en die is Nederlander geworden, die heeft geen probleem. Wat is jouw probleem? Als je Nederlander bent en je neemt Amerikaans staatsburgerschap af, dan verlies je je Nederlanderschap? Ja, maar er is één uitzondering. Als je het voor de liefde doet, dan mag het wel. Zoals bij mij. Ik heb erin getrouwd, dus het mag wel. Nou, en heb je dus nu een brief gekregen van dat je niet meer, het genot mag hebben om te stemmen op ons fantastische politieke stelsel? Nee, ik heb geen brief gekregen. Maar als je de regels checkt, dan zie je gewoon dat als je een Amerikaans staatsburgerschap accepteert, dat je daarmee je Nederlandse staatsburgerschap vergeeft. Ja, hoe voelt dat nou, Eimer? Dat je gewoon geen Nederlander meer bent? Is dat een opluchting? Nee, ik voel me er ik ben er eigenlijk ontzettend kwaad over. Oh, ja? Ik vind het schandelijk, ja. Waarom? Omdat ik een grote affiniteit heb met Nederland. Ik heb hier 30 jaar gewoond, ik ben hier geboren. Mijn Nederlands is nog vrij redelijk. Ja. En je bent een succesvol entrepreneur in Amerika, in Oregon, met een geweldig Internet of Things big data bedrijf. En dan willen wij jou niet meer als staatsburger. Ja, en ik vind het een grote fout als je gewoon kijkt naar de historie van Nederland. Amsterdam is groot geworden omdat het connecties had overal in de wereld om geld te kunnen wisselen. En op het moment dat je die relaties opbouwt en je hebt dus een netwerk van relaties internationaal, betekent dat je de handel enorm kunt bevorderen. Als je dan Nederlanders hebt uitgezonden en je zegt tegen ze van, je bent geen Nederlander meer, dan creëer je daar dus een weerzin tegen. Je hebt ze uitgezonden, maar als ze dan een andere nationaliteit accepteren, dan ligt de loyaliteit toch veel meer bij dat nieuwe land. Jij bent nu toch Amerikaan, jij droomt toch gewoon de rode en de blauwe democraten, republikeinen? Dat is inderdaad een traditioneel idee van je kan maar aan één heer en meester subversief zijn. Ik denk veel cosmopolitischer. Ik bedoel, het is voor mij, je bent wereldsburger en als je een hele sterke affiniteit hebt met verschillende landen, waarom zou je dan niet paspoorten kunnen hebben van die verschillende landen? Okay, dus je wil eigenlijk gewoon de staatssecretaris of Binnenlandse Zaken nu oproepen, kom op, laat mij dit gewoon houden. Ik vind dat iedere Nederlander die in het buitenland woont voor geruime tijd, dat hij gewoon zijn Nederlandse staatsburgerschap moet houden. Ja, je moet die banden bewaren met de mensen, want ze kunnen je helpen in de toekomst. Ook al accepteren ze een andere nationaliteit. Hey, waar is een website waar je meer over deze fantastische ellende kunt lezen? Nederlanderblijven.nl. Okay, nou, dat gaat dus nu. Het is zo lang. Ik ga over zijn bedrijf. Hij heeft een hartstikke leuk softwarebedrijf wat big data analyseert en visualiseert. Ga ik even een update geven bij het volgende filmpje.